Het is moeilijk voor te stellen, maar nog maar een dik half jaar geleden hadden we nog nooit gehoord van ISIS of IS, zoals dat nu heet. En een kalifaat, ja, dat was iets uit de middeleeuwen. Nu voert een groot deel van de wereld oorlog tegen radicale strijders van IS. En die oorlog zorgt ervoor dat ook in ons land spanning ontstaat. Waarbij opvalt dat moslims zich over het algemeen heel stil houden. Youssef, dat valt jou ook op, hè? Ja, ik vind dat het geluid wat harder zou mogen zijn. Er zijn moslims die zich hebben uitgesproken. Maar het gebeurt nog te weinig naar buiten toe. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat veel moslims het idee hebben van dat ze verantwoordelijk moeten voelen voor de misdaden in naam van de islam, zoals ISIS dat begaat nu in Irak en Syrië. En dat is dus niet de bedoeling. Je hoeft je geen excuus aan te bieden, je hoeft je ook niet verantwoordelijk te voelen. Maar ik vind wel dat je moet uitspreken. Maar daarom zijn ze stil. Ze voelen zich een beetje aangevallen. Is dat het? Ik denk dat dat verward wordt. Dus uitspreken is niet hetzelfde als jezelf schuldig voelen voor de misdaden in naam van de islam. Jij vindt ze moeten zich uitspreken? Uitspreken, duidelijk. En het komt ook naar je toe. Hè. Dus in mijn geval, ik word regelmatig gevraagd naar hoe ik daarin sta. En daar geef ik mijn opvatting. Het is niet de bedoeling dat iedereen stukjes gaat schrijven. Niet iedereen kan dat. Maar gewoon je eigen buurt, je eigen straat. Als het daar te sprake bij is, dan gewoon duidelijk uitspreken tegen de verderfelijke ideologie van IS. Maar je zou ook kunnen zeggen, ja, god, ja, ik hoef me toch niet overal tegen uit te spreken, waar ik zelf niet bij betrokken ben. Nee, zeker. En in essentie klopt dat ook. Alleen, als je het niet doet, dan is het gevaar heel groot dat bijvoorbeeld islamhaters daarmee aan de haal gaan. Bijvoorbeeld Wilders, die daar een punt van gaat maken. Die zie je wel, ze spreken zich niet uit en de islam keurt het allemaal goed, ze stemmen toe. Dus ik vind niks doen is geen optie. Maar als een moslim zegt, ja, ik moet dus tegenwicht geven aan Wilders. Ik moet dus zeggen, omwille van de aanval die Wilders op mij pleegt, moet ik zeggen, ik heb hier niks mee te maken. Nou, je moet niet Wilders aanvallen, zou ik nooit doen. Maar ik zou dus mensen die in naam van de islam misdaden plegen, die moet je aanvallen. Die moet je dus, want die ideologie van IS en trouwens ook van Boko Haram, er zijn meer van die terroristische organisaties over de hele wereld waar de internationale wereld tegen vecht. Dit is te vergelijken met een hele gevaarlijke druk. We hebben net zo'n item gezien. Dezelfde uitwerking, maar een dodelijke afloop. In die zin dat zij de geesten van jonge moslims, die worstelen met hun eigen identiteit in Europa, dat ze lekker worden gemaakt om een zinloze dood ingesleurd te worden. En daar maak ik me zorgen. Dus dat, die uitspreek betekent ook dat je duidelijk maakt van dit zijn geen moslims. Dat zou ten opzichte van die jongeren ook een goed signaal zijn. Zeker weten. En ik denk ook de sympathisanten. Ook de jongeren die zoekende zijn. En die misschien kunnen radicaliseren omdat ze het gevoel hebben dat ze afgewezen worden. Hebben moslims denk je veel last op het moment in Nederland en ook in Brabant van dat ze op die misdaden van IS aangekeken worden? Kijk, last. Ja, nou, het lijkt mij heel vervelend. Kijk, ik heb wel eens gezegd, ik word wel eens doodmoe van dat ik me elke keer moet uitspreken. Maar nou, dat kan ik me voorstellen. Ik blijf het doen, omdat het heel belangrijk is. De meerderheid kent de islam, maar heel eenzijdig. En de meerderheid van de Nederlanders heeft, denk ik, bijna contact met gewoon de normale moslims, zullen we maar zeggen. Of de liberale moslims. Maar kom jij dan ook geen moslims tegen die heimelijk sympathie hebben voor wat daar gebeurt? Of is dat een hele gekke vraag? Als ik dat zou tegenkomen, dan zou ik me ook direct uitspreken. En ik vind ook dat maar kom je dat tegen? Ik kom ze wel tegen, maar niet in persoonlijke sfeer, gelukkig. Maar ik zie ze wel eens ook, zoals u dat ziet in de media. En ik vind dat je ze goed moet aanpakken. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat moslims zeggen, ja, zij gaan te ver in het geweld, maar dat ze daar voor een deel in mee kunnen gaan. Met bijvoorbeeld het stichten van een kalifaat in het Midden-Oosten. Ik noem maar iets. Ja, dat is een grote onzin. Is dat onzin? Onzin? Ja, dat is echt een grote onzin. Die meneer Baghdadi, die denkt dat hij echt een plaatsvervanger is van Allah of zo. Of een profeet. Ik bedoel, de kalifaat was van het land van vervlogen tijden. Dat is helemaal niet aan de orde. En bovendien, als je andere moslims afslacht om te zeggen dat je een kalifaat voor een moslimgemeenschap opricht, ja, dan ben je in mijn ogen gewoon een crimineel. En het irriteert me ontzettend dat zij zich islamitisch noemen. Zij dragen die vaandels met geloof. Ze zijn ook islamieten, hoe je het ook weet. In mijn ogen zijn het geen moslims. Ik neem aan dat zijn het ongelovigen, zijn het ook criminelen, zijn het idioten. En dat is wat ik vind dat moslims zouden moeten doen.
ze niet beschouwen als moslims, eigenlijk gewoon uitkotsen uit de islamitische familie. Jij bent zelf moslim. Ik neem aan, dat geloof is iets heel moois voor jou. Ja, dan moet het echt heel zuur zijn als anderen dat op die manier besmeuren. Ik merk ook dat je daar boos over bent. Jazeker, want zoals met elk geloof kun je allerlei inspiratie uitputten. Ik bedoel, het geldt met christendom, het geldt met jodendom. Maar in elk geloof is gevaar van het extremisme. En als een groep mensen denkt, wij hebben de waarheid in pacht en wij gaan onze wil opleggen. Dan maakt het niet uit of het van Joodse of christelijke of islamitische afkomst. In dit geval voel ik me aangesproken omdat ik vanuit de islamitische gemeenschap onderdeel van uitmaak. En daar moet je heel duidelijk in zijn, dat gaat veel te ver. En jij probeert jouw geloof voor deze verderfelijke invloed, zoals je het ziet, te behoeden op de een of andere manier. Om het geloof mooi te houden. Nee, ik verdedig mijn geloof niet. Ik heb niet het gevoel dat ik moslims moet verdedigen. Ik doe dit gewoon uit een maatschappelijke betrokkenheid en uit zorg. Jarenlang. Komt het goed tussen Nederlanders en moslims? Blijft het? Ik denk het wel. Zolang zij allebei nieuwsgierig zijn naar elkaar en ook willen luisteren naar elkaar, en goed luisteren, want uitspreken is het niet excuus aanbieden voor wat men daar in naam van de islam doet, maar duidelijk stelling nemen tegen deze idioten die alles doen om islam slecht beeld te geven. En daar hebben wij moslims last van, omdat mensen ons gaan vereenzelvigen met deze idioten. En dat wil ik dus niet. Dankjewel.